zijn op dit moment onderweg richting België, jongens. We zijn, als het goed is, ongeveer een maandje geleden in België geweest. En toen hebben we laten zien wat voor nieuwe artikelen ze zouden hebben en wat ze zouden krijgen. Nou, we zitten dus nu halverwege oktober richting november. En ik weet dat ze nu echt de nieuwe artikelen al hebben. Volgens mij ook die VIP-box van Zena. Heel veel oude artikelen zijn terug. Plus, als het goed is, verkopen ze ook dingen van ons, van PTD. Dus we gaan even kijken wat ze er zo meteen hebben. En misschien gaan we ook wel wat testen, maar dan zien jullie dat later in deze video. We rijden nu, als het goed is, als Jordi even naar de weg filmt, de welbekende afslag richting België of richting Baarle. Nu krijg je dat lange stuk. Ja, waar je dus altijd in de bus vroeger. Die 60 weg volgens mij. Precies. Of 80, geen idee. Ja, dus we gaan even richting Baarle. Gewoon even kijken bij alle winkels. Wat ligt er nu? Hoe druk is het? Want het is nu natuurlijk ongeveer herfstvakantie wanneer we deze video opnemen. Dus heel erg benieuwd wat ze nu hebben. Nou, jullie zagen, als het goed is, het bord al. We rijden nu Gaan binnen. Waarschijnlijk heb ik het al een keer verteld in een van de livestreams van ons. Maar ik gok dat het ongeveer 2008 was. Dat is echt lang geleden, 15 jaar geleden. Toen was PTD er natuurlijk nog niet. En toen gingen we wel eens gingen natuurlijk altijd met de trein en de bus. En toen kwamen we de bus dus niet in. Omdat de bus die wist dat wij vuurwerk hadden. Omdat dat uit onze tassen stak. Zijn er twee jongens, twee vrienden van mij, zijn toen vanaf Baarle gaan lopen richting Gaan. En toen kwamen ze op deze weg, kwamen ze dus politie tegen. Toen ze aan het lopen waren. En toen moesten ze dus alles inleveren. Dus dat is de enige ervaring die ik heb met gevaar in België qua vuurwerkcontroles of wat dan ook. Want verder, hoe lang komen wij er bijvoorbeeld al? En dat wij, jij ook, 2016 ja, of zo? 15? Zeker wel, ja. Maar het is sowieso ten alle tijde nooit aan te raden om naar het buitenland te gaan of vuurwerk mee te nemen naar Nederland. Nee, zeker niet. Doen wij ook niet. Dus het is geen advies naar jullie om naar België te gaan. Hebben we wel ooit gedaan natuurlijk. Maar dat is jaren alleen geleden. Wees je ervan bewust dat het gewoon niet toegestaan is. En als ze je pakken, ja, dan ben je gewoon strafbaar. Dus de consequenties zijn voor jouzelf. We zijn op dit moment al in Baarle, net over de grens. En eigenlijk komen we nooit bij deze winkel. Maar de laatste tijd zien we hem wel vaker voorbij komen, ook op sociale media. We zijn namelijk bij Dolfijnvuurwerk. We verkopen ook gewoon vuurwerk. Dus laten we even binnen gaan kijken wat ze hier hebben. Misschien ander vuurwerk. Volgens mij zijn ik en Jordi er een keer geweest. En toen verkochten ze er ook dummy shells. En toen hebben ze laten liggen. Maar daar hebben we nu wel spijt van, hè? Daarom. Dus nu nemen we de echte mee. Nou, hier zien we ook weer een deal. Bad Boys, 148,50 voor deze set. 12 stuks. Hier ligt het knalvuurwerk van Dolfijn. Moet je kijken, dum dum. Deze heb ik nog niet eerder gezien, ook in Polen niet. Die hebben we ook in Polen niet gezien, toch? Ja, man. Vijf kennen ze niet in ieder geval. 10 extra grote vlinders. Nou, we zijn natuurlijk wel wat meer gewend van vlinders, maar op zich zijn het wel de grootste die ze hebben. 10 voor 5 euro, dat is wel echt een beetje een oude prijs, hè? Ik ken ze niet, maar het zal ongetwijfeld wel weer een omlabeling van iets anders zijn. Ja. Want ze hebben gewoon heel weinig keus, omdat je maar die halve gram of zo een beeldje mag hebben. Klopt, helaas. Hier heb je die Black Edition van Dumbbell, die knal. Ook wel interessant. En hier, astronauten. Maar ik moet je zeggen dat in dat greppapier is het wel, dat is echt nostalgie. Maar in dat karton is het iets anders, vind ik. Ja, klopt. Oké, dan die ook nog, man. Oh, die hebben we gezien in Gran Canaria. Maar weet je wat ik denk toch wel de leukste knallers vind? Ik denk toch wel de Megatrends. Die vind ik hele mooie voor nu knallers zeker. Om te zien. Voor nu zeker. Wat je nu nog kan kopen zijn dit inderdaad de beste knallers. Vind ik wel. Dus de welbekende straat van Baarle, jongens. Loods. Is het loods open? Nee, gesloten staat er. Nou, dit is dus de welbekende straat zoals iedereen hem kent. Pyro Shop was het druk toen we er langs reden. Die zo vol is. Ja, er staan allemaal mensen voor de deur te wachten. Joh. Precies, op een bestelling. Het is echt bizar. Ik zou zeggen dat het 30 december is of zo. Ja, normaal gesproken is het veel rustiger naar mijn gevoel. Door de weekse dag. Nou ja. We gaan eerst eventjes richting Tabakotiek. Kijken of het daar druk is. Ik denk het haast wel, aangezien ik daar al mensen zie staan bij de Pyro Shop. Alleen dan komt het eerste obstakel. Heel de straat ligt open. Ja, dus heel de straat ligt open. Kunnen. Echt bizar. Maar goed, we gaan even kijken hoe druk het is bij Tabakotiek. Desnoods gaan we eerst naar de bunker, maar daar zal het ook wel druk zijn. Wat een chaos met vuurwerk afgelopen jaren. Achter mij zien jullie Zena op bord. De Bakotiek, een van mijn favoriete winkels hier in Baarle. Ik weet niet of het rustig is, maar de straat ligt in ieder geval wel helemaal open.
Dus dit iets minder makkelijk te bereiken. Maar of het rustig is binnen, ik denk van niet. Shellbuizen liggen al klaar, jongens. Echt, hè? tegen Gijs dadelijk zeggen. Van, snap je, let's go. Shellbuizen kunnen we buiten meenemen. Yes, jongens. Het is mega druk in deze winkel. Ik laat de mensen niet zien. Dan moet je kijken hoe druk het is. Je ziet het hier aan de mensen die er staan. Hier zie je alle artikelen. Niet heel veel nieuws, behalve die Ria Keo-lijn. Hier allemaal mensen die aan het wachten zijn om het op te halen. Jordi zei terecht ook. 8 euro de blokje, jongens. Je hebt daar ook nog een mooie aanbieding. 15 euro voor 19 shots. Altijd wel een leuke prijs. Ja, dit zijn niet hele dure cakes inderdaad. In vergelijking met het Gijspakket. Dus jongens, het is niet normaal druk in de winkel. Daar lopen ook allemaal mensen en dan hebben we het gewoon even over een doordeweekse dag in oktober, hè? Het is niet normaal druk. Ik kom eerst filmen binnen, want ik ga natuurlijk niet mensen op beeld zetten om te vragen. Ik ga nu even kijken, bij Lotus zal het ook wel super druk zijn. Maar echt een goed shot laten zien voor jullie van wat is er nou nieuw en zo. Het gaat niet zo zijn zoals een week of zoals een maand geleden. Helaas staan we hier bij Lotus voor een dichte deur. Het is niet anders. Want ze zijn hier dus op dinsdag en woensdag vast dicht. Precies op de dag dat wij er zijn. Ja, maar dat had ik niet gedaan, man. In de herfstvakantie, wanneer je weet dat heel veel jongeren deze kant op gaan, dicht zijn. Dat had ik niet gedaan. Nou, we gaan dus nu richting Zee naar de bunker. Hier lijkt het een stuk rustiger in ieder geval. Ja, en ons werd ook net verteld. Het is in ieder geval gewoon normaal. Ligt niet open. Of hij is gewoon hartstikke dicht, kan natuurlijk ook. Mooi. Ja, dit blijft ook altijd hetzelfde. Nou, ik zie wel meerdere mensen hier. Jongens, je ziet het. Hier is het rustiger. En waarom? Omdat je buiten dus een afhaalpunt hebt. Daarom is het rustiger. Maar een maand geleden konden we hier echt stressloos lopen. Zit er nog wat bij? Mooie cakejes? Nee, niet veel nieuws of zo. Moet je kijken. Hier liggen de knetta's ook. En hier staan we natuurlijk bij de matten. Die niet meer verkocht worden helaas. Een paar jaar geleden hebben we die wel gehaald. En die hingen we die in de boom hier nog, weet je dat nog? Ja, mooi. Leuke matjes zeg maar. Ja, laten we ook eventjes richting de compound gaan. Ja, die kleine blokjes hebben ze dan wel. Dat zagen we er net bij die andere Zena winkel ook. Alleen ja, meer dan dit jongens gaat hem denk ik niet worden. Ja jongens, we staan daar bij de pijlen, normaal is het een mooi gevuld rekje. Alleen wat mij opvalt is dat je eigenlijk moet wel in hele kleine pijlen. Ja, die grote, geen idee waarom, maar die hangen er niet, misschien dat ze wel uitgekocht zijn. Maar het is toch wel zonde, pijlen horen er wel gewoon bij. Helaas ook niet meer toegestaan in Nederland. Maar ja, ja, vroeger zag je hier dus dit helemaal vol hangen met pijlen inderdaad. Ze hadden toen zoveel, toen hadden ze hier echt zoveel pakketten hangen. Ja. En momenteel kijken wat er hangt, alleen die kleine knalpijltjes. Kleine sierpijltjes. Jammer hè? Niet echt iets bijzonders zeg maar. Zo, weet je nog die HBF'jes? Juist, die HBF-pijlen inderdaad. Dat is helemaal vergeten. Ja, je ziet het, sfeervolle winkel op dit moment. Hier is het gelukkig dus wat rustiger, maar dat komt dus door die afhaalbalie. Hier kan je je lijstje invullen. En omdat het nu dus herfstvakantie is, is het gewoon veel drukker in regio België. Alle jongeren gaan hier naartoe natuurlijk om het af te halen. Dat is de afhaalbunker daar zo. Hier kan je dus naar binnen gaan. We zijn in oktober, maar de drukte hier bij Pyro Shop is echt absurd. Ik ga jullie nu laten zien hoe druk het is. Jordi is op richting de auto namelijk. En wij gaan absoluut hier niet iets halen, want anders zijn we zeker een uur aan het wachten. We staan hier. Een hele lijst allemaal. Joe, bizar jongens, het is zo druk. Ik kan niet eens ergens... Hey Jordi, luister dan. Je kan echt totaal niet bewegen daar. Dit is beter hè Jordi? Dit is al een stuk beter jongens. Het is alweer wat rustiger hier zo. Hier stond er net een hele rij om te halen. Maar Pyro Shop was echt niet normaal, man. Moet je kijken wat voor aanbiedingen ze nu hier hebben, want dat kon ik dus net niet filmen. Ik had er net over dat er geen grote pijltjes waren, maar voorlopig hebben ze nog steeds. Hè? 55 euro ja, voor dat pakket. Ja, jongens, er staan nog steeds mensen buiten te wachten. Hier ook. Je kan niet eens je kont keren in die winkel. Het is echt te bizar voor woorden. Ik ben gewoon niet eens naar binnen geweest omdat het gewoon zo druk was. Ja. Dat je gewoon niet eens producten zag. Ja, de laatste keer dat ik het zo druk heb gezien hier in Baarle. Dat is echt de laatste week van december. Of dat was de tijd tijdens de lockdowns en zo.
toen was het ook chaos. Maar de drukte nu... Insane. Dat is echt insane, ja. We zagen trouwens net hier wel een politiebusje reden, Nederlands. Die zit nu achter ons. Nee, die zit niet achter ons inderdaad, maar die zaten ons inderdaad wel aan te kijken. Ondanks, wederom, we hebben ze zaten, ze reden echt langs en je zag ze echt gewoon nakijken, jongen. Ja, ik heb zoiets van, joh, hou me dan aan. Ik zou wel ook het gesprek aan willen gaan. Ik wil wel weten wat zij zouden antwoorden op het feit van, mag je nu vuurwerk hebben? Weet je, mag jij hier wat kopen en dan... Wat in Nederland toegestaan is dan, hè? Of moet je echt wachten op die verkoopdagen? Jongens, we zijn weer op dit moment richting huis. Ik moet zeggen dat we een verkeerde inschatting hebben gemaakt qua wanneer we moeten gaan. Want in de herfstvakantie is het gewoon chaos in België. Iedereen wil vuurwerk hebben kennelijk. Jullie zagen het net bij de pyroshop. Ik film geen gezichten van mensen, maar je zag hoe druk het was. Dus echt nieuw vuurwerk hebben we niet kunnen vinden, behalve bij Dolfijn. Die F2 vlindertjes van Dumbum, toch? Ja, man. En die kunnen we binnenkort wel even gaan testen op beeld, mochten jullie dat willen. Laat dat weten in de reactie, mochten jullie dat willen. De kofferbak ligt weer mooi vol. Ja, dus we hebben weer een volledige voorraad voor Oud en Nieuw. Nee, geintje natuurlijk. We hebben het net op de heenweg ook gezegd. Neem niks mee over de grens, jongens. Is niet de moeite waard, of in ieder geval niet het risico waard. Laat weten of jij nog naar België gaat binnenkort, om te kijken of wat dan ook. Zou ik alvast nu gaan als je morgen wil? Ja, in verband met die drukte. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Later.